Wij gaan je vandaag meenemen op roadtrip. Je bent vrij om met de muziek mee te zingen die wij voor jou hebben uitgekozen. Je bent vrij om te komen. Goedenavond, mensen. Het coronavirus houdt en blijft ons land in de greep houden. Van de schoonmakers, de patiënten, de vervoerders, tot en met de verpleegkundigen en de artsen die voor onze gezondheid hebben moeten vechten. Tegelijkertijd is het ons wel gelukt om de cijfers de goede kant op te buigen. En dat betekent dat alle bioscoopzalen, theaterzalen, de restaurants, de pretparken en jawel, zelfs de dierentuinen weer op. En als er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Ik vraag me af waarom en ik wil antwoorden. Waarom mag ik jou niet naar buiten? Wanneer mag ik boodschappen doen? Zal ik je nog iets mogen vragen? Waarom mogen Henk-Jan en Johan elkaar niet zien? Waarom mogen ik en Karina elkaar dan nog willen zien? Jullie zijn vrij. Vrij om naar ons toe te komen. Je bent vrij om je te verplaatsen. Je bent vrij om de routeplanner te volgen, of misschien niet. Misschien kom je onderweg wel iets tegen waardoor je even wilt stilstaan. De vogel zingt heel erg mooi, maar hij zit in een glazen kooi. De vogel zoekt naar de geliefde. De vogel vroeg aan de geliefde, knip op mijn rug. Daar vliegen we heen en terug. De vogel schrok. Hij zat weer in een glazen kooi. Hoog in de boom. Potverdorie. Het was maar een droom.